Gozu, uitgegeven door Monster Games. Het is een spelletje voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 3 kwartier mee zoet bent. En in dit spel kruipt elke speler in de huid van een warlord. En hij gaat als warlord een leger uit de grond stampen, gemaakt van goblins die allemaal weer specifieke eigenschappen hebben. Elke beurt worden dan brute battles gestreden met elkaar en is er één overwinnaar en die krijgt een overwinningspunt. Degene die als eerste 3 overwinningspunten bij elkaar weet te boksen is de winnaar van dit spel. We gaan eerst maar eens kijken wat er in de doos zit. Het spel is in het Engels en wij krijgen de spelregels, welke natuurlijk dus ook in het Engels zijn, met een hartstikke leuk indreven verhaaltje, waarbij de spanning om te snijden is. Dam, dam, dam. Nou, dat is gewoon erg leuk gedaan. En verder het heel veel voorbeelden en uitleg van het spel zelf. En nog wat speciale kaarten uitgewerkt en wat voorbeeldjes. Natuurlijk de kaarten waar we zelf mee gaan spelen. En ja, eigenlijk alleen al voor de kaart is dit spel heel interessant. Want het artwork op de verschillende kaarten is echt fantastisch. Dat ziet er echt erg, erg fraai uit. En verder krijgen we natuurlijk nog een paar fiches. We hebben een Victory Point fiches. Dit zijn energiefiches die de spelers krijgen. En dit is het startspeler fiche, die grote ovale. En hier hebben we nog meer monsters. En ook het doosje is van binnen erg fraai gemaakt. Dat is wat we krijgen, dus eigenlijk een dek kaarten en wat fiches. En daar gaan we het spel mee spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Elke speler begint met een hand van 7 kaarten, 2 activatiefiches en er wordt willekeurig besloten wie het startspelerfiche krijgt. Daarnaast, als de spelers in hun hand geen enkel wezen hebben wat van level 1 is, mogen zij hun hand afleggen en een nieuwe hand trekken. Wat staat er allemaal op zo'n wezenkaart? Op elke kaart staan een aantal dingen. De naam, niet zo heel belangrijk, maar wel lollig. Het level, heel belangrijk, want je hebt van elk van de kleuren in het spel heb je 3 levels. Levels 1, 2 en 3. En we gaan zo kijken hoe we dat kunnen spelen. Hier zo hebben wij wat de kaart zelf doet. En ook nog eens een keer dat deze een zombie mutation heeft. Hier zo dit kleine symbooltje, yin en yang. En een 3 is, wil zeggen dat deze kaart kan muteren. Gaan we straks maar kijken. En dat kost 3 kaarten. En hier zo staat het, de militaire waarde. En die bepaalt aan het einde van een battle wie gewonnen heeft. Dus heb je de meeste punten. En je zult zien dat een level 1 is 2 punten waard. Een level 2 is 3 punten waard. En de levels 3 zijn 5 punten waard. Dus ze worden steeds meer punten waard. En de meeste punten maakt jou de winnaar. En dan krijg je een victory token. En zoals we al gezegd hadden, heb je de 3, win je het spel. Het maximale leger van elke speler bestaat uit dit vlak. En dat zijn dus 3 rijen en 5 kolommen. Oftewel maximaal 15 wezens. In de onderste rij mogen alleen maar wezens liggen van level 1. In de tweede rij mogen alleen maar wezens komen te liggen van level 2. Waarvan er tenminste eentje in de kleur ligt in de rij 1. Dus als jij een zwart level 1 wezen hebt, dan mag jij zwarte level 2 wezens gaan plaatsen in deze rij. Wil je dus ook groene hebben, moet je dus een groene 1 hebben. En dus ook om groene 2 te kunnen spelen. En vrij logisch, in de derde rij liggen alleen maar level 3 wezens. En om level 3 wezens in rij 3 te kunnen spelen, heb je een zwart level 1, een zwart level 2. In het geval van mijn voorbeeld nodig. En dan pas kun je de zwarte 3 spelen. Wil je dus een groene 3 spelen, moet je zorgen dat je een groene 1 hebt, een groene 2 en een groene 3. Hoeft niet per se in dezelfde rij, maar in dezelfde kolom. Maar als in elke rij tenminste eentje ligt van de kleur, mag er pas een level 3 worden gespeeld. Dus als ik bijvoorbeeld deze rode 3 wil spelen, moet ik ervoor zorgen dat ik tenminste in rij 1 een rode kaart heb liggen. En in rij 2 ook 1 rode kaart. Daarnaast gebruikt het spel de term free cards. Dat zijn dus kaarten die vrij zijn. En alleen die kaarten kunnen aangevallen worden / vernietigd. In dit voorbeeld is alleen deze kaart vrij. Alleen die is vanaf 2 kanten benaderbaar. Dus dat is de enige kaart die vrij is en eventueel vernietigd zou kunnen worden. Zou deze kaart er niet zijn, dan heb ik 2 vrije kaarten. 1, 2. En dan is deze nog steeds beschermd. Zouden ook deze 2 kaarten vernietigd zijn, dan hebben we dus 3 vrije kaarten. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat het er zo uitziet en dan is alleen deze en deze zijn vrij. En zo bepaal je of een kaart vrij is of niet.
Als er aan het einde van een ronde wordt gekeken wie de battle heeft gewonnen, ga je dus kijken naar alle kaarten die hier nog liggen. En dan tel je dus al die militaire waardes bij elkaar op. De speler met de hoogste militaire waarde is de winnaar en krijgt het victory point. Zou daar een gelijk spel zijn, is degene met dit fiche degene die wint. Dan hebben we tot slot nog deze twee activatiefiches. Die heeft iedere speler voor zich liggen en die mag die elke beurt gebruiken. Met die activatiefiches kun je drie verschillende dingen doen. Je kunt er één spenderen om een kaart te pakken en die stop je in je hand. Je kunt zeggen ik spendeer ze allebei tegelijk. Dan pak je maar liefst drie kaarten die gelijk in je hand gaan. En de laatste eigenschap die je kunt gebruiken is dat bij sommige wezens zie je hier onderaan het symbool van jouw activatiefiche. En dat is dit symbool. En als je dus een fiche gebruikt, dan kun je deze speciale eigenschap gebruiken. Verder zien jullie hier draw 2 plus 1 cards. En je zult wel vaker zien dat er dingen tussen haakjes staan. Als er dingen tussen haakjes staan, die krijg je alleen als jij tegenstanders hebt, één of meerdere, die meer victory points hebben dan jou. En wat ik nog niet verteld heb over dit fiche, is dat degene met dit fiche ook degene is die begint. En laten we maar eens gaan beginnen. Het spel bestaat uit rondes en elke ronde bestaat uit een beurt. En elke speler krijgt zoveel beurten als dat hij of zij wil. En in een beurt mag jij de volgende dingen doen. Je mag een kaart spelen, je mag een kaart muteren, je mag een activatiefiche gebruiken of allebei. En dan mag je uiteindelijk ook nog kiezen om te passen. In het begin zal je natuurlijk niet passen, want je wil eerst je leger opbouwen. En daarna ga je natuurlijk op een gegeven moment zeggen ik kan niet meer, dus dan zul je genoodzaakt worden om te passen. We gaan eens even een paar beurtjes spelen met één speler, om te kijken hoe het speelt. De eerste keer dat ik aan de beurt ben, speel ik een rode goblin. Die kost mij niks, want de eerste goblin die je speelt is altijd gratis. Het spel gaat verder, mijn buurman links gaat en de andere buurmannen spelen allemaal wat. Dan speel ik mijn tweede rode goblin. Zoals ik al zei, elke karakter heeft een eigenschap, daar ga ik nu niet op in, want dat staat er duidelijk op. Maar bijvoorbeeld, when the explosive goblin mutates, choose one free card, then destroy it and take the advantage token. En dat is die groene jongen die al bij mij ligt. Dus ik kan daar een vrije kaart mee destroyen als ik hem muteer. En daar staat een 3 voor. Ik laat zo zien wat muteren doet. Dit is een 2 rode kaart. Ik heb al rood liggen in rij 1. Dan mag ik gratis rood spelen in rij 1. Je hebt 2 opties waarbij monsters kapot gaan. Dan kunnen ze ofwel destroyed worden. Dan gaan ze weg uit het spel. Of ze worden discarded. En als ze discarded worden, liggen ze in een aflegstapel. En kunnen ze eventueel weer teruggehaald worden door bijzondere kaarten. Of weer in de trekstapel geschud worden. Ik kan een level 2 goblin spelen. Ook van rood. Ik heb rood in rij 1. Dus mag ik gratis rood spelen in rij 2. Wat ik niet gezegd heb, maar wat eigenlijk voor zich speelt. Ik mag niet meer tweetjes neerleggen dan dat er eentjes liggen. Dat maakt dan niet uit wat de kleur is, maar als ik hier 2 kaarten van level 1 heb liggen, mag ik niet hier 3 kaarten op een gegeven moment hebben liggen van niveau 2. Want dat kan niet. Dan moet je maar even van me aannemen. Als ik nu bijvoorbeeld een tweede kleur goblins in het spel wil brengen, bijvoorbeeld deze grijze, dan moet ik daarvoor betalen. Rooien mag ik gratis doen, maar een nieuwe kleur kost mij 2 kaarten. Ongeacht welke kleur, elke extra kleur kost mij 2 kaarten. En mijn geld zijn de kaarten in mijn hand. Dus ik leg 2 van die kaarten en die gaan naar de aflegstapel. Dus die worden discarded. En dan kies ik natuurlijk de kaarten die ik waarschijnlijk niet wil spelen. En dan zou ik nu eventueel mijn level 2 grijze kaart mogen spelen. Want ik heb in mijn rij 1 een grijze kaart en mag ik gratis een level 2 grijze kaart spelen. Dan kan ik natuurlijk ook nog laten muteren. Jullie zagen dat als ik deze muteer, ik een vrije kaart bij een leger van een tegenstander mag wegwerken. En ook daar, jullie zagen de kosten waren 3. Moet ik gewoon weer kijken naar de kaart in mijn hand. En moet ik dus 3 kaarten afleggen om, en die gaan ook weer naar de aflegstapel zoals ik al zei, om die mutatiekosten te betalen. Wat gebeurt er dan? Dan haal ik deze weg. En mag ik uit mijn hand een andere level 1 spelen van een kleur die ik wil. En dan hoef ik dus niet extra te betalen. Hou er wel rekening mee dat het niet toegestaan is om bijvoorbeeld deze level 1 explosive fire goblin te laten muteren in een andere explosive fire goblin.
Want dan open je een poort naar de hel. En dan moet je weer allerlei dingen kopen van een of andere demon. Er zit een hoop papierwerk aan vast. Oftewel, er ontstaat chaos. Dat mag niet. Dus je moet het houden bij andere kaarten. Als ik bijvoorbeeld geen kaarten meer in mijn hand heb. Ik heb nog wel mijn activatiefiches. Kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik leg mijn 2 activatiefiches weg. Om weer even 3 kaarten te pakken. De beurt bestaat uit speel een goblin, muteer een goblin en gebruik je activeringsfiches of pas. Ik heb dus mijn activeringsfiches gebruikt, die leg ik even aan de zijkant, want de volgende ronde krijg ik ze weer terug. Niet de volgende beurt, maar de volgende ronde. Maar ik heb dus mijn 3 kaarten. De beurt gaat weer door naar die speler, die doet iets, die doet iets, die doet iets. Dan komt hij weer bij mij, dan kan ik zeggen, nou ik ga weer verder. Of ik zeg, ik pas. Als ik pas, leg ik alles even neer. En dan wacht ik tot alle andere spelers ook klaar zijn met doen wat zij doen. Zij mogen net zo lang doorgaan totdat ook zij zeggen van ik heb niks meer wat ik kan doen. Of ik wil niks meer doen en ook passen. Als iedereen gepast is en terwijl er kaarten gespeeld worden, worden de legers van de andere spelers dus aangevallen, vernietigd, verbeterd, noem het maar op. Als iedereen gepast is, gaat iedereen tellen. Je gaat dus tellen naar die battle value. Alle warlords tellen deze getallen bij elkaar op. Ik heb hier 6 plus 6 is 12. En we gaan kijken wie de meeste punten heeft. En die krijgt een victory fiche. Is er een gelijkspel? Win ik. Want ik heb dit advantage tokentje. Maar laten we zeggen dat Groen heeft gewonnen. Die heeft zijn eerste victory point te pakken. Dat wil zeggen dat deze 3 spelers nu allemaal minder victory fiches hebben dan Groen. En dus allemaal die extra bonussen krijgt van die kaarten die iets tussen haakjes hebben staan. Bijvoorbeeld bij deze. Als je daar het activatiefiche voor gebruikt, krijg je niet alleen 1, maar 1 plus 1. Dus 2 kaarten die je terug kan halen uit de graveyard. Uit de aflegstapel. Omdat hij de meeste victory points heeft. En zo heeft hij wel de meeste victory points, maar niet al het voordeel. Het kan natuurlijk ook zijn dat er een gelijkspel ontstaat tussen 2 spelers, waarbij geen enkele speler dat advantage tokentje heeft. Dan winnen allebei de spelers en krijgen ze dus allebei een overwinningspunt. Is dat gebeurd, dan gaan we naar de volgende ronde van combat. De legers blijven bij alle spelers liggen. De kaart in hun hand blijven ze houden. En ook het advantage token blijft bij de speler waar die ligt. En dan ga je gewoon verder. Alleen nu met een hand van 3 kaarten in plaats van 7. En dan mag je weer gaan spelen. En dan zijn er natuurlijk heel veel kaarten, goblins, die extra kaarten geven voor activatiefiches. Die krijg je wel weer terug natuurlijk. Hè? Had ik gezegd, nieuwe ronde, dan krijg je de 2 activatiefiches weer terug. Maar dan kun je dus weer kaarten spelen en dan ga je weer legers van elkaar aanvallen. En zo ga je door tot er een speler is die 3 van deze overwinningsfiches te pakken heeft. Daarnaast zijn er een aantal level 3 goblins die een speciale eigenschap hebben die zeggen als jij bijvoorbeeld goblin A, B en C hebt liggen in jouw leger, ben jij meteen de winnaar. Dus ook daar zul je scherp op moeten zijn. En zo wordt Gosu gespeeld. Bij het doorlezen van de regels van Gosu heb ik heel veel genoten van de humor die ze erin gedaan hebben. En ik heb een klein beetje van die humor proberen te stoppen in mijn review. Waaronder dus de mutatie. Zij vertellen dus ook met heel veel smaak en humor dat als jij een monster muteert en je laat het veranderen in het identieke monster als dat je het laat muteren. Dan komt er dus een poort open vanuit de hel en dan komt een demon uit en bla bla bla. En er zitten heel veel, zoals ik ook al liet zien, je hebt het beginstukje en dan staat daar dam dam dam. En allemaal van dat soort humor en onzin staat erin. En dat leest heel plezierig. Het wordt misschien een klein beetje rommelig, maar ondanks alles staan alle regels toch netjes in volgorde erin. Wat ik ook een gigantisch pluspunt vind is het art. De afbeeldingen op de kaarten zien er echt fantastisch uit. En alleen daarom al vind ik dit spel zo geweldig. Het is echt heel erg mooi getekend. En dat is gewoon een gigantisch pluspunt. Goede art doet gewoon heel veel. En dit is gewoon art die mij persoonlijk gewoon heel erg trekt. Erg kleurrijk, erg levendig en erg mooi getekend. En dat past leuk bij goblins. Ook het thema lekker je goblinleger opbouwen. Lekker andere goblinlegers aanvallen als warlord. Een beetje erachter zitten van het zijn mijn goblintjes. En laat me er een beetje uitknokken. Zoek het maar uit. Dat spreekt me ook aan. Daarnaast is het een snel spelletje. Het is relatief makkelijk uit te leggen. En het speelt ook gewoon heel erg eenvoudig. Muntpuntje wat ik eraan heb is natuurlijk de geluksfactor. Maar aan de andere kant de kaarten die je trekt waarvan je zegt daar kan ik niks mee. Die kun je dan weer gebruiken als geld. En dan doe je maar misschien een ronde iets minder. Je hebt een aantal rondes voordat het spel voorbij is. En dan heb je in ieder geval een hoop wisselgeld. Want je handlimiet is non-existent. Oftewel, die is er niet in dit spel. Al met al vind ik het een heel gaaf spelletje. Vooral door hoe het eruit ziet. En ook vooral door de eenvoud waarmee het te spelen is.
En er zitten heel veel leuke combinaties in met de verschillende monsters die je hebt. En daarom heb ik dit spel begroot met een 7.